allereerste wedstrijd tussen de Montferlandse fusieclubs FC Bergh en VV Montferland is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Ondanks dat de beide clubs op sportief vlak ambitieus zijn, moet er bij de accommodaties nog het nodige werk verzet worden. Het hoogveld ligt er prima bij, maar ons tweede veld is nog een zorgenkindje, is nog niet vrijgegeven door de gemeente. En het kunstgrasveld is nog niet klaar, dus de planning is dat 22 september zal worden opgeleverd. Dus ja, het is nog even wachten tot we echt klaar kunnen zijn. En we zijn zelf begonnen met het opknappen van onze kantine en dat is ook nog onderweg en onderhanden werk. Het hoofdveld is bijna klaar. Het veld 3 dat is nog niet klaar. En veld 2 is zelfs nog, daar moet de kunstgras nog gelegd worden. En overal moet de verlichting nog komen, de ledverlichting. Ga je de start van een nieuw seizoen halen? Dat is wel de bedoeling, ja. Maar we leven een beetje van dag tot dag. Dus ik steek mijn hand niet voor het vuur, maar ik denk het wel. Ja, we gaan de start van het seizoen zeker halen. Het is wat puzzelen en wat passen en meten. Maar ik heb alle vertrouwen in dat we straks bij de start van het seizoen, en daar is ook de planning op gericht, dat we dan zowel onze accommodatie als ook de kantine dan klaar hebben, zodat we ook een frisse start kunnen maken in het nieuwe seizoen met onze hele vereniging VV Montferland. Nick Trentelman speelde vorig seizoen nog met VVL uit Lengel in de 5e klasse. Dit seizoen gaat hij met FC Bergh in de 4e klasse uitkomen en spelen voor promotie naar de 3e klasse. Voor hem is het vooral nog wennen aan het hogere niveau. Je speelt met wat betere medespelers ook nu dan dat voorheen speelde. Ik denk dat dat wel wat beter gaat worden, dat je wat meer aan het voetballen toekomt dan dat in de 5e klasse was. Ja. Niels Blekking speelde het afgelopen seizoen met Zaandam Sint-Joris in de 4e klasse. Het komende seizoen gaat hij met VV Montferland, die voortkomt uit de fusieclub Zaandam Sint-Joris, voor handhaving in de 3e klasse. Volgens de speler is dat geen makkelijke kluif. Ik denk dat we na elke wedstrijd minstens 200% moeten geven. Ja. Vind je het jammer dat je niet stiekem bij FC Bergh in de klasse zit? Ja, dan had je een mooie derby gehad. Het was op zich twee mooie wedstrijden geweest, maar ik denk dat het voor ons als club mooier is dat wij in de 3e klasse al actief zijn.